Hoi Ann. Hi. We zijn ruim een jaar na jouw gezichtsvervrouwelijkende operatie. Ik zou daar een paar vragen over stellen. De eerste is, waarom wilde je dat laten doen? Welke problemen had je? Ja, dat wilde ik doen omdat ik in de spiegel nog veel mannelijke trekjes zag. Mm-hmm. Waar ik me heel erg aan stoorde. Mm-hmm. Ja, en ook had ik het idee dat ik niet vaak als vrouw gezien werd door andere mensen, of door vreemden dan. Dus ik dacht dat FFS daar wel mee zou kunnen helpen. Ja. Ja. En waarom ben je naar deze kliniek gekomen daarvoor? Ja, ik heb veel goede verhalen gehoord. Ik ben naar drie verschillende chirurgen geweest om te kijken wat ze voor me konden betekenen. Mm-hmm. Uiteindelijk was, het leek mij hier het beste. Heb je ook veel voor- en na-foto's online bekeken? En het is het mooie is natuurlijk dat bij deze kliniek er heel veel voor- en na-foto's zijn. Van een chirurg in Nederland is bijvoorbeeld is bijna niks te zien. Dus dat maakt het een beetje lastig. En daarnaast zijn natuurlijk de wachtlijsten hier lekker kort. Dus dat hielp. Ja. Ja. En wat vind je van het resultaat? Wat heeft het je gebracht? Ik ben heel blij met het resultaat. Ik vind het, als ik die foto's van vroeger zie, dan denk ik al een beetje van, dat ik ooit zo over rondgelopen. Dat is nu echt, dat is echt wel veel beter. En dat misgender wat je vroeger overkwam? Dat is een beetje moeilijk te vergelijken, want we hebben natuurlijk het afgelopen jaar ben ik niet echt veel buiten geweest of met andere mensen. Maar ik denk dat het nu wel beter gaat, maar ik heb geen idee. Nee, dat kan ik eerlijk gezegd niet echt zeggen. Ja. De genezing naar de operatie, hoe is dat eigenlijk verlopen? Het ging best goed. Het was ongeveer een maand voordat ik een beetje toonbaar was, vond ik, voordat ik echt het resultaat kon zien. Mm-hmm. Het duurde nog een tijdje voordat het gevoel terugkwam in mijn kin en mijn voorhoofd, maar het is allemaal wel goed gekomen. Je kin, hoe lang heeft dat geduurd? Dat weet ik niet. Dat duurde best wel lang. Ik heb dan heel lang een gevoelloze onderlip gehad. En de zijkanten hier duurde ook nog heel lang. Meer dan een half jaar? Ik denk dat het wel een half jaar duurde voordat het echt helemaal terug is gekomen, ja. Ja. En op je hoofd zei je net, vind je precies niet echt veel. Ja, precies. Bovenop mijn hoofd, van hier tot zeg maar hier, is het nog steeds verdoofd. Het voelt vrij gevoelloos. Ja. Nou ja, wat ik al zei, ik kan tot 2 jaar de operatie beter. Ja, het zou fijn zijn als het nog terugkomt, maar het is niet echt. Toch belangrijk. En zijn er nog dingen gebeurd waarvan je zegt dat was een complicatie? Iets waar niet de bedoeling was? Nee, niet echt. Een beetje zoals je het verwacht had. Ja, precies. Ik had die donkere vallen, maar dat dekt ook weg. Ik had zeer van de liposuctie onder mijn kin nog wat. Dit tekenweefsel, wat ook allemaal weer zacht is geworden en ligt ook. Je bent toen ook een week in de guesthouse hier geweest, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was heel fijn. Dat was, dat is natuurlijk, wordt goed voor je gezorgd. Het is fijn om met anderen in hetzelfde schuitje te zitten. Ja, een beetje ervaringen uitwisselen. Hè? Mm-hmm. Ja. Oké. Moest je jezelf, zoals je was voor die operatie, nog een advies kunnen geven? Wat je anders zou doen? Ik denk niet dat ik iets anders zou doen. Ik denk dat ik misschien ook mijn ademsappel wat zou had laten doen als ik het nu zou voor het zeggen zou hebben. Mm-hmm. Maar goed, dat is dan alleen maar iets wat erbij is. Voor de rest, je moet niet onderschatten hoe lang het duurt voordat het zeg maar helemaal geheeld is. Mm. En ik had het idee dat ik na een paar weken wel gewoon
prima zou zijn, maar het duurt nog best wel lang. Ja. Dat is een belangrijk advies aan mensen. Ja, je kan het echt niet zo onderschatten. Ja, en ook goed voor de littekens zorgen. Dat ziekenplas, dat helpt al. Ja. Moest iemand die geïnteresseerd is in de operatie hier contact met je willen opnemen via e-mail? Zou dat oké zijn wat jou betreft? Ja, dat is wel oké. Oké, dat is heel aardig en bedankt voor het interview.